Welkom bij aflevering 99 van Moordzaken de podcast. Vandaag bespreken we de moord op Maya Braderich en het is zo dat Jan-Peter Balkenende die was destijds minister-president en die noemde de moord op Maya het dieptepunt van het jaar 2003. Daar zijn we al eerder geweest, zelfs vrij recent. Ja, en dit is natuurlijk een vaak aangevraagde zaak. 2003, inderdaad. Nou, niet onbelangrijk voor deze zaak is ook dat Joegoslavië dat jaar ophoudt te bestaan. Het parlement van het land neemt een nieuwe grondwet aan, waarbij de Unie Servië en Montenegro ontstaat. Het is ook het jaar van de fusie, of zou je het misschien overname moeten noemen, van Air France en KLM. En daarnaast is het ook. 2003, het laatste vluchtje van de Concorde. Ik heb er helaas nooit in gezeten. Het ging razendsnel. Al oh, helaas, ja. ik zou er niet aan moeten denken om erin te zitten. Maar dat is een keer neergestort trouwens. Hè? Ja, en daarom was het begin van het einde van de Concorde. Ja, nou, in 2003 was het ook zo dat een hele wereld miljoenen mensen betogen tegen een eventuele oorlog in Irak. In Rome zelfs 3 miljoen mensen op de been. Kan zelfs in het uh, Guinness uh, Book of World Records. Uh, maar ook in Londen, Madrid, Barcelona en ook in Amsterdam ongeveer 75.000 mensen die uh, aan het demonstreren waren, maar het mocht niet baten. Want in de vroege ochtend van 20 maart vallen Amerikanen en Britten de Iraakse hoofdstad Bagdad aan. Begin van de Irakoorlog. oorlog En dan dichter bij huis, hebben we het over de dijkdoorbraak bij het dorp wilnis. Dat is voor mij uh, best dichtbij. Dat stond een halve meter onder water. Dus ja, het kan ook in Nederland misgaan met de dijken. En verder in dat jaar, prins Johan Friso, die toen nog leefde, nam afstand van de troon. Want hij wilde trouwen met Mabel. En uh, ja, daar was nogal wat discussie over. Ja, Sport uh, Dennis van der Geest, de judoka, die wordt voor de negende keer op rij Nederlands Nederlandse kampioen. Daarmee passeert hij zelfs Anton Geesink. En ik dacht weer eens even aan schaatsen. Het wordt buiten wat kouder en ook de schaatswedstrijden beginnen binnenkort weer. In dat jaar was bij het WK Allround de eerste vier plekken voor Nederlanders. Het is een soort uh, kwartetvraag. Het waren namelijk Johnny Romme, Rintje Ritsma, Itz Posma en Mark Tuitert. Nou, uniek. uniek. Een kwa kwartet vooraan. En de trivia, ja, rage in speelgoedland. Onze kinderen waren te jong of waren nog niet, wij waren te oud. Maar de rage waren Beyblades en spinners. Weet je nog, dat spel wordt gespeeld met uh, die speciale tollen. Die worden dan B-blades genoemd. Die, die laat je los in de arena. En dan moet je dus uh, proberen om de Beyblade van je tegenstander uit die arena te stoten. Nou, dat was echt uh, het dingetje. Dat kan ik nog herinneren. Ja, ze zaten in de zakken chips van uh, Smith of Lees. Ik weet niet, die is ooit ook van naam ja, veranderd. Ook, maar je moest er ook vet voor betalen. Hè. Je moest die dingen ook echt kopen. Ja, ze waren niet gratis. Die je moest kopen ook. Ja, en het kwam uit, uit de manga film, de Japanse manga film. Uh, maar in 2003 konden we ook eindelijk onze auto parkeren met de Intelligent Parking Assist. Wist je dat? Maak je er wel eens gebruik van? Nou, helemaal nooit, Eddie. Heb je dat Ik niet nodig? Ik denk dat mijn auto gewoon ouder is dan 2003. Nou, en ook niet onbelangrijk. We konden fotograferen met onze telefoon. Lijkt allemaal heel normaal nu. En in 2003, 10 augustus om precies te zijn, was het de eerste persoon die in de ruimte trouwde. Dat was een uh, Oekraïense astronaut. En die gaf aan zijn bruid het ja-woord. Zij stond trouwens gewoon in het vluchtleidingscentrum in Houston op de grond. Maar toch, dat was een, uh, een bijzonder huwelijk, of althans, een bijzonder moment. Ja, ik wil bijna zeggen: Houston, we got a problem. Zou je kunnen zeggen? En uh, boeken. Ja, het boek van 2003, uh, toch wel uh, de vliegeraar van uh, Gelet, die? Ja, en over boeken. Ja, tegenwoordig hebben wij ook gewoon zelf een reeks aan boeken. En behalve ons nieuwe boek, wat nog niet. Bij Storytel te lezen is, dat hebben we nog even een beetje bewaard, kun je wel al de pindakaasmoord en de campingmoord als e-book bij Storytel lezen. Want onze vrienden van Storytel hebben nog steeds een mooi aanbod. Je kunt het namelijk 30 dagen gratis proberen. Ga ervoor naar de website storytel moordzaken. En daar kun je wel kiezen uit meer dan 350.000 boeken tegenwoordig. Giga veel keus. Nou, zeker de vliegeraar. Een aanrader. En dan het weer. Het was een zeer zachte maand november in 2003. En op de 17e november, de dag waarop dit gebeurde, was het geheel bewolkt en circa 8 graden. Maar ook af en toe een klein miezertje. En dat zeg ik natuurlijk niet helemaal voor niks. Muziek. Nou, we hebben een beetje gesmokkeld, een paar daagjes. En toen kwam ik ineens uit op Nena en Kim Wild. Anyplace, anywhere, anytime. Ofwel, jeugd wie, wel, En ik snap wel een beetje waarom je gesmokkeld hebt, want de top 2000 komt er weer aan. En volgens mij is dit een, een nummer wat daar altijd in terugkeert. Dus ja. ik snap hem wel. Maar wat is er gebeurd in november 2003? Nou, Het is maandagavond, 17 november, rond kwart over tien. Dan rijdt er een man in het donker over de Waaldijk in de buurt van Bemmel. Hij ziet iets verderop een vuurtje branden en nou, hij merkt het wel op, maar hij rijdt gewoon door. En rond elf uur, drie kwartier later, passeert een andere auto de Waaldijk. Dat is een beetje afgelegen. Je gaat er straks alles over vertellen. In die auto zitten een man en een vrouw. die op zoek zijn naar de vermiste broer van de man. En ook deze twee die zien die kleine brand. De man die stapt uit de auto. die loopt in het donker naar het vuur toe. Die gaat even kijken wat er ligt. Tikt nog even met zijn voet tegen het brandende voorwerp. Het lijkt een, een soort etalagepop te zijn. Hij stapt weer in de auto. en die man en vrouw die rijden door. Het zit hem niet lekker. Ze zijn waarschijnlijk nog even verder gaan zoeken naar die broer. En een tijdje later rijden ze weer langs dat smeulende vuurtje. Dit keer gaan ze samen een kijkje nemen en dan slaat de schrik om hun lijf. Het gevoel van de man klopte. Het is namelijk geen etalagepop dat in het vuur ligt. Het zijn de resten van een mens. De man belt naar middernacht. Het is tien voor half één. Belt hij de meldkamer. En binnen tien minuten is de brandweer op de Waldijk. Een kwartier later gevolgd door de politie. En tot een groot afgereizen zien die brandweermannen en agenten... dat het verbrande lichaam van een vrouw is. En omdat het lichaam door de vlammen onherkenbaar verminkt is... kunnen ze dus niet meteen de identiteit achterhalen. Terwijl dit gebeurt, zijn aan de andere kant van de Waal... ouders heel erg ongerust. Hun dochter, Maya van 16, is namelijk niet thuisgekomen... en ze zouden om tien uur al zijn. De moeder denkt, nou, ik ga even een vriendin van haar bellen... om te kijken of die wat meer weet. En die vriendin, Nina, die zegt, ja... Maya is naar een andere vriendin gegaan om tien over zeven. Nou, de moeder denkt: ga ik die andere vriendin bellen? Ze belt die andere vriendin en die zegt: ja, Maya is onderweg met Nina. Maar ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, want ze had net Nina aan de lijn. Dus dat is natuurlijk wel heel vreemd. Die moeder begint hartstikke ongerust te worden, denkt van: wat is dit voor vreemd verhaal? Nou, de vader van Maya springt vervolgens in de auto, gaat naar het huis van die vriendin. Die vriendin doet daar open en vertelt daar de waarheid, namelijk Maya is er eigenlijk helemaal niet geweest bij die vriendin. Maya had namelijk aan haar gevraagd om te liegen tegen de ouders. Nou, dat betekent grote paniek bij die ouders. Ja, want waar is die 16-jarige Maya? Nou, de ouders die bellen ook andere vrienden van hun dochter, waaronder de 18-jarige Goran. En Goran, die is net als Maya een ouders uh, van Bosnische afkomst. En nou, uh, die jongen gaat veel met Maya om. Ook Goran heeft geen idee waar Maya uithangt. Hij was zelf die avond met wat vrienden rondjes met de auto gaan rijden. En ook een andere vriend van Maya wordt gebeld, die toevallig ook Koran heet. Nou, die ouders hebben een beetje een hoop op deze jongen gevestigd, omdat ze hebben gehoord dat Maya uh, verliefd is op deze jongen. Maar het antwoord van deze Koran is ook negatief en niemand heeft haar na half zeven die avond nog gezien. Dus om kwart voor twaalf bellen de ouders de politie om melding te doen van de vermissing van hun dochter. En de volgende dag, dinsdag 18 november. Is Maya nog steeds niet boven water? Ze is ook niet thuis, komt niet opdagen op school. En de ouders doen dan dus aangifte op het bureau. Ze gaan natuurlijk direct zoeken, maar een uh, eerste zoekactie heeft geen resultaat. Dat doen ze ook met alle vrienden. Dus waar zou Maya zijn? Ondertussen is het wel zo dat de politie haar computer heeft meegenomen. Toch benieuwd naar wat zij uh, de laatste momenten heeft gedaan dat ze er nog was. En voor de ouders, ja. Die krijgen niet te horen dat de avond van tevoren een jong meisje gevonden is, verbrand. Die weten dat niet en daar heeft de politie het op dat moment ook nog niet over. Want die hebben dat verbrande lichaam ter identificatie gestuurd aan het NFI in Rijswijk. Ook die dinsdag komt zij dus niet opdagen. En die woensdag, dan is het druk in huizen, Braderich, iedereen zit bij elkaar. Er zijn al vrienden die komen hun medeleven tonen. En aan het eind van de middag, om vijf uur, komt de politie daar langs met enkele spullen, een linkerschoen, horloge, een halsketting en een armband. En ze vragen aan die ouders of zij dat herkennen. Ja, die ouders willen dat eigenlijk niet herkennen... maar ze zien inderdaad dat dat spulletjes van Maya zijn. Ze hopen nog ergens in hun hoofd dat ze het misschien heeft uitgeleend aan iemand. Maar het ziet er niet goed uit en s'avonds komt de recherche opnieuw langs... want het blijkt dat het NFI, na aanleiding van het gebied... Heeft uitgevonden en de tandartsgegevens dat het inderdaad Maya is die daar gevonden was, verbrand. Volgens NFV was Maya wel al dood toen ze in brand werd gestoken. En ze is gelukkig niet levend verbrand en ook niet seksueel misbruikt. Maar wie is dan Maya Braderic? Nou, ik zei het net al, de ouders van Maya die zijn geboren in Zenica destijds nog Bosnië-Herzegovina. Maya's vader is moslim, Maya's moeder orthodox. En 1987 krijgen ze hun enige kind, Maya. Dan breekt daar de Balkanoorlog uit in de jaren 90. En ja, omdat één moslim is, de ander is orthodox, vluchten ze uh, naar Nederland. Maya nemen ze mee. En in 1995 uh, komt moeder en Maya naar Nederland, uh, gevolgd door een vader een jaar later. En ze gaan dan wonen in een uh, Nijmeegse flat in Neerbos oost Beide ouders vinden ook een baan. De vader die wordt uh, elektricien, de moeder gaat uh, werken als administratief medewerkster... En Maya die volgt naar de basisschool, het VWO, aan het Dominicus College in Nijmegen. En nu in november 2003 zit ze in vier VWO. Nou, ze staat bekend als vrolijk, hè? altijd goed humeur, heel druk sociaal leven. Ze is stoer, zelfbewust. En ze is, zoals de meeste tieners, zeggen, iedere dag druk uh, met sms'en, msn'en, wat toch bestond in die tijd. Altijd online, nooit op pad zonder mobieltje, hè? zoals bijna iedere 16-jarige. Dol op muziek, op dansen, shoppen, jongens... Maar, dat werd ook gezegd, ze neemt haar school ook serieus. Ze deed haar best op school, ze wilde later advocaat worden, ze wilde rechten studeren. En daarnaast was Maya ook nog koppig, heel principieel. Als ze nee zei, was het ook nee. Ze stond er ook om bekend. En dat was een meisje met de hart op de tong. Dus een, een grote mond en die voor niemand bang was. Ik heb ook nog een heel profiel van haar na kunnen lezen op cu2.nl. Volgens mij bestaat dat echt niet meer. Maar nog even aanvullend: de familie verhuist in 2001 naar Forstenkamp en twee jaar later kunnen ze de huurwoning kopen. Ze hebben zich echt helemaal gevestigd in Nijmegen. En ik vond het ook opvallend. Waarom gaat zo'n gezin dan naar Nijmegen? Maar dat blijkt dan inderdaad een Bosnische gemeenschap te zijn, waardoor mensen elkaar opzoeken. En je zei het al, ze was een goede leerling. En ja, die ouders willen eigenlijk gewoon geld verdienen om Maya te laten studeren als enig kind. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar dit is natuurlijk een enorme shock geweest in Nijmegen. Er is dan ook een jeugdcentrum, de boerderij. Daar verzamelen die kinderen zich uh, vaak. De jeugd, de tieners. Ik, kan, uh, ja, ik heb zelf ook uh, tieners gehad. Ik ben wel even blij dat we die periode voorbij zijn. Ik zit er wel ja, lekker in. Ik wou net zeggen, je bent er nog vol mee bezig. Uh, ja, die zoeken elkaar daar op. Ja, en dit is natuurlijk waar ze het dan allemaal over hebben. En op school. En uh, jij zei het al: ze zit in de vierklas klas van het VWO van het Dominicus College. Daar kom ik kom natuurlijk ook nog even op terug straks tijdens het veldwerk. Daar richten ze een klaslokaal in als een soort herdenkingsplek. Daar kunnen die kinderen dan direct die donderdag al naartoe. Woensdag is bekend geworden wat er gebeurd is. Ja, en ook de media die begint al te schrijven over deze zaken. En die zeggen van alles. Ja, maar wat kan er gebeurd zijn? Maar die stond vol in het leven, vrolijk aanwezig. Ze zat ook geen reden om van huis weg te lopen. Dus de eerste geruchten over wat er gebeurd kan zijn. En het motief is afkomstig van de Telegraaf. Nou, die krant schrijft dat Maya te verwesterd was. Ze zou haar familie te schande hebben gemaakt. Ze was te losbandig geweest qua jongens. En het ging dan om eerwraak. Ze zou dus door een familielid zijn vermoord. Nou, de zender SBS6 die komt met een andere theorie. Die zegt ja, Maya wist dingen die ze niet had mogen weten. Volgens deze zender ging het om een afrekening. Er wordt dus druk gespeculeerd, ook onderling natuurlijk, door de kinderen, door de tieners. En de politie onderzoekt de moord met een team van twintig rechercheurs. Ze gaan de vrienden ook horen van Maya. En ze komen dan te weten dat Maya die maandagavond rond 7 uur nog is gezien in een witte Daihatsu. Met een jongen achter het stuur en een meisje achter in de auto. En Maya had nog vanuit de auto gezwaaid naar een vriendin die langs de weg had gestaan. Die rechercheurs die zoomen dan verder in op die vriendengroep van Maya. Want vanaf de zomer 2003 gaat ze heel intensief om met, uh, met een stel vrienden, waaronder Goran. Die hadden we net al genoemd. En dat is eigenlijk een vroegere vriend van de familie. Ja, we hebben het dan over Goran M. Er zijn namelijk twee Gorans, uh, zoals je al zei. En deze Goran M die is afkomstig uit Bosnië-Herzegovina. En ook hier is sprake van ouders waarvan de een katholiek is en de andere moslim, en dat blijkt in die tijd toch heel erg lastig te zijn, zeker als je bedenkt dat Goran een echte katholieke naam is. Dus dat viel ook op, en dat Jochem heeft daar op jonge leeftijd ook echt last van. En het zijn natuurlijk extreme omstandigheden waarin die opgroeit. En dan heb je het over uh, jonge kinderen die natuurlijk allerlei vreselijke traumatische uh, ervaringen hebben als ze zien wat er om hen heen gebeurt. In ieder geval, het is voor de familie een reden om te vluchten en zij komen in 1995 in Beuningen terecht. Eerst moeder en haar kinderen, want Goran heeft ook nog een zus, en de vader komt zes maanden later en ze proberen de oorlog achter zich te laten, spreken ook echt met elkaar af om het daar niet meer over te hebben. En het is dan in 1997 als Goran de twee jaar jongere Maya ontmoet. En dat komt een beetje door de ouders die bij elkaar op Nederlandse les zitten. De families raken bevriend, komen regelmatig bij elkaar over de vloer. En op die manier gaan Goran en Maya al een tijdje met elkaar om. Maar op een gegeven moment verwatert dat ook een beetje. En ook bij de ouders. Die vriendschap duurt een jaar of vijf, maar is plotseling in 2002 afgelopen omdat er blijkbaar niet genoeg aandacht was voor de gebroken arm van de moeder van Maya. En ja, er zijn kleine factoren die kunnen een vriendschap verstoren. Dat herken ik wel, of niet. Kan gebeuren. Maar vanaf 2003 hebben Maya en Goran in ieder geval weer contact met elkaar. Ja, en Goran mocht deze Maya heel graag. Eh, misschien speelt ook die Bosnische achtergrond natuurlijk een rol. Maya komt ook regelmatig bij Goran thuis. En Maya noemt Goran mijn broer of mijn neef. En Goran zegt mijn zus tegen Maya. Ze hebben ook een beetje hetzelfde karakter. Allebei aan elkaar gewaagd. Ze hebben overigens geen relatie, maar ze vinden elkaar gewoon ja. leuk. Broer en zus, ze schelen maar twee jaar. Daarnaast heeft Maya sinds een aantal maanden een goede vriendin, een nieuwe hartsvriendin... Dat trekt ze dag en nacht mee op? Uh, dat is dus Nina. Nina is dan wel anderhalf jaar jonger dan Maya. Ze is net 15 geworden. De meisjes zitten op dezelfde school. Maya in de vierde en Nina in drie VWO. Maar Nina die is ja, net iets anders dan Maya. Nina is wat stiller, wat gevoeliger, iets geslotener. Uh, heel jong, een beetje onzeker ook eigenlijk. Wel net als uh, Maya verslaafd aan het internet, aan het online chatten. Maar een heel aardig meisje, wil met niemand echt de ruzie maken, maar ook wel daardoor beïnvloedbaar. En hoewel Nina en Maya heel verschillend zijn, gaan ze dus dag en nacht met elkaar om. Dan is het wel zo dat Nina eigenlijk meer uh, uh, beïnvloedbaar is, dus Maya speelt meer de baas. En er wordt zelfs gezegd door anderen dat uh, Maya haar nieuwe hartsvriendin eigenlijk een beetje misbruikte. En dan is er natuurlijk nog de andere goram. Goran P. En jij zei al even, Maya heeft wel gevoelens voor deze Goran. En het is een boezemvriend van Goran M. De ouders van deze Goran zijn ook katholiek. Hun geloof heeft ook hun in de problemen gebracht door de permanente dreiging. Zijn zij in 1992 al naar Nederland gevlucht. Ze krijgen een huis toegewezen in het plaatsje Millingen. En in 2002 eindigen ze in Nijmegen stad zelf. En Goran die is dan 15 jaar. Hij blijkt een getalenteerde voetballer te zijn. Speelt in de B-jeugd van NEC. Na de zomer van 2003 zit hij niet meer op school. Hij stort zich helemaal op het voetballen. Hij traint drie keer per week, speelt natuurlijk ook op zaterdag. En hij heeft een vriendin waar hij sinds februari 2003 verkering mee heeft. En samen met Goran drinken ze regelmatig wat drankjes. Dat herken ik wel een beetje van de tieners. Ze worden omschreven als players. Nou, dat zijn mooie jongens die makkelijk meisjes versieren en vervolgens snel weer dumpen. Althans, dat schijnt de definitie van een player te zijn. Ja, die Goran P was inderdaad een player, want die zoomt op een gegeven moment, twee maanden voordat Maya doodgaat, een paar dagen lang met Maya. En gaat vervolgens gewoon weer terug naar zijn vriendin. Ja, maar Maya die blijft dus tot over de oren verliefd op deze voetballende Goran P. En Goran M, die krijgt een relatie met nou, net 15 geworden Nina. Dus het, het broeit allemaal aan die vriendengroep. En behalve de twee Gorans is er nog een derde jongen bij de vriendengroep aangesloten. En dat is de 18-jarige Ferdi. Ferdi is wel in Nederland geboren, maar die heeft een Turkse achtergrond. Nou, een hele vrolijke, uh, makkelijke jongen. Volgt een opleiding elektrotechniek aan het uh, ROC. En daar zit Goran M ook, dus die kennen elkaar. Ze kennen elkaar ook nog een keer uit de pizzeria, waar Ferdi werkt. En daarnaast niet onbelangrijk voor de vriendengroep. Ferdi heeft sinds kort zijn rijbewijs. Dus die jongens kunnen heel veel toeren met de auto van Ferdi's moeder. En witte Dayatsu. En nu we het toch hebben over het toeren. dan kunnen we direct even naar het veldwerk. Het is duidelijk dat we in en rond Nijmegen zitten. En Dat is de grootste gemeente van de provincie Gelderland. Met ruim 187.000 inwoners. We zijn natuurlijk al geweest voor de moord op Louise Verke. Maar dan zaten we vooral in het centrum van Nijmegen. Nu zitten we een beetje meer in de buitenwijken. Ik noemde al de Vorstenkamp, dat is waar de familie Braderits woont. Dat is in de wijk Lindenholt. Daar vlakbij woont vriendin Nina in de Gildenkamp. En waar het lichaam gevonden was, dat was wat je al zei, de Bemmelse Waard. Nabij Bemmel en Lent, dat ligt echt wel even een beetje buiten de stad. Dat is een grote uiterwaarde. En in Bemmel zijn we ook al geweest, Kari, namelijk voor Bemmelse Annie. Hey. En dan natuurlijk de jongerencentrum De Boerderij, waar ze samen kwamen... In 2019 uh, wilden ze die wijk een beetje pimpen. en hebben ze het jongerencentrum hebben ze plat gegooid... en is er ruimte gemaakt voor een winkelcentrum. En dan de school, het Dominicus College, is natuurlijk ook al een paar keer gevallen. Dat was een relatief kleine school, middelbare school, Haven, Atheneum, Gymnasium. Zit aan de westkant van Nijmegen, aan de Energieweg. Maar ook die school is toevallig in augustus 2024 gesloten. Het bleek wel dat nadat dit gebeurd was... hadden ze enorme moeite om nieuwe leerlingen te krijgen. Dit heeft natuurlijk echt wat met die school gedaan. Maar ook die school is gewoon nu helemaal verdwenen. Maar er zijn nog heel veel mooie andere scholen in Nijmegen. Dat weet jij dan weer. Dat weet ik dan weer. Nou, we hebben dus de 18-jarige Goran M. en Ferdi... en de 16-jarige Goran P. En de meisjes Nina van net 15 en de 16-jarige Maya. De nieuwe vriendengroep sinds september 2003. Ze doen alles met elkaar... Continu zijn ze online, ze chatten, ze bellen, MSNnen En ze gaan dus met elkaar uit, rijden dus rondjes in die auto van Verdi. Maar het is dus binnen de groep dat die Coran M. die maakt de dienst uit. Die wordt nooit door iemand tegengesproken. Hij heeft een hele reputatie zelfs opgebouwd. Een vrij agressieve jongen is het. Hij is zelfs bij de meeste uitgaansgelegenheden in Nijmegen niet meer welkom. Alleen nog maar bij Café de Spijker aan de Modestraat. Bestaat helaas niet meer. Nee, dus het is iemand die altijd ruzie zoekt. Nou, hij zegt er zelf ook over: ja, als je bijvoorbeeld in de discotheek iemand, uh, als iemand tegen me aanloopt, dan word ik heel boos. Dan denk ik, ja, wie denk je dat je bent? Ik reageer dan zo boos omdat ik niet over me heen wil laten lopen. En mensen moeten ook niet denken dat ik over me heen laat lopen. Ik voel me dan in mijn eer gekrenkt. Je zou ook kunnen zeggen dat het een aantasting van een status is. Nou, ik denk met zo'n iemand in een vriendengroep dan ontstaat een soort kruidvat. En die spanningen die lopen in oktober 2003 ook hoog op. Er ontstaan heel veel irritaties, ook tussen Maya en, en Goran M. En hoe komt dit? Goran M. die vindt Maya een intrigant, want zij maakt de hartsvriendin Nina zwart. En Goran, ja, die krijgt een steeds grotere hekel aan Maya. Ja, want Maya eist alle aandacht op en is ook een storende factor in de relatie met zijn vriendin Nina. En ik heb een nieuw woord geleerd. Ik weet niet of jij het ook bent tegengekomen. Ja. Bosnische uitdrukking. Een kaarsenhouder. Dat is iemand die eigenlijk gewoon te veel en niet gewenst is... en die steeds om je heen uh, zit. Ik, uh, het was in ieder geval nieuw voor mij. Maya begint ook vervolgens Goran P. te stalken. Ja, dat is eigenlijk waar ze stiekem een beetje verliefd op is. Die verhoudingen worden ook steeds minder, want Goran heeft een vriendin. En dan is er ook nog dat Ferdi heimelijk een oogje heeft op Maya. Het is echt wel een uh, mooi stel samen. Hij heeft gevoelens voor haar, maar die liefde wordt niet beantwoord. En ook hij begint een beetje zwaar te balen van uh, Maya... Ja, Ferdi wil Maya nog jaloers maken he, door met een ander meisje te zoenen. Maar dan komt Maya er ook weer tussen door te zeggen dat uh, Ferdi niets van het meisje wil. Dus die spanningen die lopen steeds hoger op binnen die vriendengroep. En dan is het begin november en dan begint Goran M. volgens Ferdi te praten over het vermoorden van Maya. Hij zegt dat hij haar wel kan afmaken. En als ze dan uh, zaterdag 1 november naar een concert zijn geweest, daar waren de meiden niet bij... Dan beginnen ze een beetje te filosoferen over hoe ze dat zouden kunnen gaan doen. Goran zegt ook tegen Nina dat hij vindt dat Maya haar als een slavin behandelt. Nina moet van Maya soms de afwasmachine uitruimen. Maar ik weet niet of je dan direct een slavin bent. En voor de rest chatten Goran en Nina ook heel vaak op internet over Maya. Maar om er zeker van te zijn dat zij degene zijn die achter de computer zitten... hebben ze een soort codewoord afgesproken, namelijk Maya is een kutwijf. Dat zetten ze dus als eerste in de chat om te weten of ze daadwerkelijk met elkaar aan het chatten zijn. Ja, en dan een paar dagen voor de moord op Maya, dan chatten Ferdi en Goran met Nina en Maya. En Maya die vraagt dan, hebben jullie zin om langs te komen? Nou, die jongens hebben er dan niet heel veel zin in. En daarop stuurt Maya dan een smsje aan Goran M. Vraagt ze waarom komen jullie niet? Vuile aap? Nou, Goran M. Die is dan des duivels en die zegt even later weer dat hij Maya dus graag zou willen afmaken. Nou, het is dan Maandag 17 november. En op die dag gaan Maya en Nina zoals gewoonlijk naar school. S'middags gaan ze naar een andere vriendin toe. En daarna gaan Nina en Maya bij Maya thuis achter de computer zitten. Gaan ze weer online chatten. Maya's moeder brengt er nog wat frietjes en een frikadel die ze achter de computer opeten. En rond 6 uur gaat Nina naar huis. Even later gaat Maya naar haar toe. Haar moeder loopt er nog mee, want het is al donker. En Maya mag die avond eigenlijk niet weg. Maar rond een uurtje of zeven belt ze haar moeder. Of ze toch niet nog even naar een andere vriendin mag. Nou, dat is een leugen, dat weten we inmiddels. Ze heeft namelijk afgesproken met Goran M. en Ferdi... En ze gaan met z'n drieën Goran P opzoeken. Ze willen hem overtuigen dat hij wat minder moet drinken, wat minder moet blowen... Want hij wil namelijk profvoetballer worden. En ze is natuurlijk stiekem een beetje verliefd op hem. Absoluut. Nina gaat niet mee, die mag niet uit van de ouders. Zij blijft die avond thuis. En Maya die spreekt met de ouders af dat ze uiterlijk om tien uur thuis komt. En Maya gebruikt dus haar vriendin als dekmantel. Hè? Als de ouders bellen, moet ze liegen dat Maya bij haar thuis is en naar huis komt. Ja, en het is dan Ferdi, de man met de auto. Die rijdt eerst naar een koffieshop in Nijmegen. Daar pikt hij uh, Goran M op in Beuningen. Hij rookt ook nog een jointje met vrienden, deze Ferdi. Dus hij is behoorlijk stoned. Daarnaast is het zo dat Goran M ook belt met Goran P. En zegt: Die avond gaan wij Maya afmaken. Uh, Goran die heeft ecstasypillen gekocht. en... Slikt hij ook al chattend en om kwart voor zeven de eerste en om zeven uur de tweede. Ik weet niet of dat nou echt goed voor je is, twee ecstasypillen achter elkaar. En vervolgens zijn ze samen op weg naar Maya. Ze hebben onderweg ook nog even getankt bij het lokale benzinestation en daar hebben ze ook een jerrycan gevuld met benzine. Verder hebben ze daar nog een paar van die plastic handschoentjes uh, gepakt. En om tien over zeven pikken ze Maya op die dan net bij Nina is weggegaan. Die bleef thuis zoals je al zei. Maar wat doet Nina vervolgens wel? Om zeven minuten of half acht verwijdert ze het MSN-logbestand van haar chat met Goran M. Dat moest ze overigens doen, dat had Goran haar opgedragen. Niet alleen van haar computer, maar ook van Maya's computer. Maya is dus ingestapt bij Goran en Ferdi en ze moet voorin zitten. Dat vindt ze trouwens wel vreemd. Ze reageert dan ook verbaasd. Bij het instappen laat Goran M trouwens nog een ecstasypil zien... En Goran zegt dat hij even achterin moet zitten om die pillen te verkruimelen. En later hoor je hem ook snuiven. En Ferdi uh, ziet ook nog een witte vlek onder zijn neus. Dus Goran M. is nog een pilletje verder gegaan. Ja, en onderweg worden ze dan gezien door een vriendin van Maya. Die staat toevallig langs de weg. En die vriendin die zal dus laten zeggen. Ja, Maya zwaaide met twee handen naar mij. En ze keek heel blij. Dat meisje had ook Ferdi herkend achter het stuur. En ze had dus later gezegd. Ja, achterin zat een meisje. Maar dat bleek dus Goran M. te zijn die wat lange haar uh, heeft. En intussen regent het buiten. Rond acht uur pikken ze Goran P. op. En met z'n vieren rijden ze dan door. Ze hebben de auto radio hard aan. Nou ja, Maya zit dus voorin naast Ferdi. De sfeer is heel goed. Goran snuift nog even zijn vierde ecstasypil pil op. En die voelt ook dat die pillen eindelijk gaan werken. Nou, dat mag ook wel, denk ik, naar vier ecstasypillen. pillen En op een gegeven moment moeten Goran P. en Ferdi even plassen. Hebben dan nog best een bizar gesprek. Want Goran P. die vraagt dan. waarom gaan we Maya vermoorden? En waarom heb je mij opgehaald? Hij wilde er misschien helemaal niet bij zijn. Vervolgens rijden ze een rustige woonwijk in. met weinig licht. Want de afspraak was. dat Ferdi zou toeteren. op het moment dat er een, een plek was. waar het geschikt was. En op dit moment doet hij dat. En dan hebben we het over de wijk Zwaneveld. Goran doet vervolgens de deur van Maya op slot. die dus voorin zit. En begint haar te knuffelen, iets wat hij wel vaker bij haar doet. Ze kennen elkaar al heel wat jaren, dus dat is nog niet zo vreemd. Maar hij legt zijn handen om haar hals heen en zijn armen. En ondertussen kijkt Goram P. toe. En langzamerhand begint Goram M. haar te killen. En dan hebben we het over rond half negen s'avonds. Goram pakt Maya steeds strakker vast en begint haar te wurgen... Hij merkt dat Maya nog beweegt en nog een beetje spartelt. En op een gegeven moment ziet hij dat Maya geen lucht meer krijgt. Goran laat haar los. Hij hoort nog wat geluiden. Hij denkt overigens dat ze nog niet dood is. Ja, terwijl hij Maya wurgt, roept Goran M. ook nog... Wat doe ik? Wat doe ik? Dus niemand die iets zegt. Hè? Dus iedereen zit gewoon toe te kijken. Goran P. zit in shock op die achterbank. En, en het enige wat die kan zeggen is... Wat doe je nou? En, en Goran zegt dan nog wel... Ja, hou je bek dicht... En Maya die vecht dus voor haar leven. Maar het lukt dus niet helemaal, het wurgen. En op verzoek van Goran houdt Ferdi, terwijl hij de plastic handschoenen aan heeft... de neus en de mond van Maya dichtgedrukt. En doet ook het touw om haar nek wat ze hadden klaargelegd in de auto. En bindt dat om de keel van Maya en de hoofdsteun en houdt dat vervolgens heel stevig vast. Maya raakt erdoor buiten westen. Goran heeft uiteindelijk het touw zo strak om haar nek getrokken. Ze geeft het op en is uiteindelijk dood, Maya. Ja, gewurgd door haar eigen vrienden. En Ferdi en Goran P... Die, die zitten stil in de auto. Die zeggen geen woord. En Goran M, ja, die, die geeft Ferdi dan een hand... en feliciteert hem. Het is echt bizar voor woorden. Die jongens die rijden dan verder... in de richting van een verlaten gebied... aan de rand van Nijmegen. En daar stoppen ze dan. Ze stappen uit... Halen Maya van de voorzitting en verplaatsen haar naar de achterbank. En Goran M die gaat dan naast haar zitten, die, die trekt nog zelfs haar benen op zijn schoot. Wat doet hij dan nog vervolgens ook? Uh, hij belt om half tien naar zijn vriendin, Nina, de hartsvriendin van Maya. En hij zegt haar dat wat hij van plan is, is gebeurd. Nou, Nina die reageert geschokt en die antwoordt dan nog: ja, kei eng man. Het is bizar, Eddie. Dit is echt, nou ja, ik geloof het gewoon niet. Het volgende plan is om het lichaam te verbranden... zodat ze niet kan worden geïdentificeerd. Goran P. die zegt nog, ja, dat maakt niet heel veel uit... want via haar gebit kun je toch achterhalen wie ze is. Maar ze rijden dan door naar een afgelegen gebied... tussen Bemmel en de Waal. Daar tillen Goran M. en Ferdi het lichaam van Maya uit de auto. Goran P. die blijft uh, in de auto zitten, die doet niet mee... Ja, en die jongens die hebben gewoon van tevoren dit echt bedacht. Want Freddie zegt dan later ook: Ik moest van Goren M schuifelend uh, lopen. Hè. Dus om geen voetsporen achter te laten. En die auto moest ik ook op de verharde weg parkeren. Want anders zouden de bandensporen uh, te zien zijn. En ze hebben zelfs het tasje van Maya hebben ze meegenomen. Dat hebben ze dan samen met de touw op haar lichaam gelegd. Freddie pakt vervolgens de Jerrycan met benzine en giet die over Maya heen. Gaat ook nog even terug naar de auto om nog wat papieren eruit te halen. Om echt alle sporen te wissen, ook daar benzine overheen. Goran P blijft in de auto. Maar het aansteken verloopt heel moeizaam. Want, ik had het al gezegd, het regent een beetje, het papier waait uit. En ook de Axe Deo die ze bij zich hadden, die wilden ze als vlammenwerper gebruiken. Want ze waren geïnspireerd geraakt door een film van James Bond. Net als inderdaad het schuiven. Om geen spoor achter te laten en het parkeren op de verharde weg. Dat schijnt allemaal in films te gebeuren. Maar het lukte niet met die vlammenwerper. Uiteindelijk, door een plooi in de tas. die blijkt serieus vlam te vatten. ze gaan zelf terug naar de auto. ze rijden met gedoofde lichten weg. ze proberen ze normaal mogelijk te doen. Blijkt ook heel weinig emotie te zijn. Ze hebben alles onder controle. Op de terugweg stoppen ze nog even achter een supermarkt. om nog de laatste spulletjes te dumpen. waarvan ze denken dat is niet handig. Ondertussen wordt Goran P gebeld door zijn vriendin. die helemaal van niets weet. Die vraagt wat hij aan het doen is. Hij vertelt nog dat hij rondjes aan het rijden is. met Ferdi en Goran M. En dan uiteindelijk komen ze rond half elf allemaal weer thuis. En dat is ook precies het moment dat de moeder van Maya belt. om te vragen van. Goran, weet jij waar Maya misschien is? Ja, ik vond het ook nog wel heel typisch. dat uit Maya's telefoon wordt dan die simkaart gehaald en weggegooid. En Ferdi neemt dan de telefoon van Maya mee. en die geeft het dan thuis aan zijn jongere broertje. Dus er is ook inderdaad nul emotie. De regisseurs die, die hebben dan Maya's computer meegenomen. dat hadden we gezegd. en die checken waarschijnlijk dus haar chathistorie. Op die donderdag zit het huis van Maya's ouders vol met familieleden. vrienden van Maya die haar ouders willen condoleren. En ook de rechercheurs, dat zijn dan de familierechercheurs ook... die zijn op de achtergrond aanwezig en die slaan dan alle details op. Hè? Dus alle reacties die gemaakt worden, de mimiek van die, van die jongeren. En ja, het rechercheteam is uitgebreid inmiddels van 20 naar 35 personen. En inmiddels weten ze dat Maya dus voor het laatst... in die witte Daihatsu van Verdi is gezien. Intussen worden ook de telefoons getapt van die vrienden. En het onderzoeksteam die hoort dan Goran P. een telefoongesprek voeren met zijn vriendin... En hij zegt dan ook tijdens dat gesprek dat zijn leven toch al is verneukt... en dat hij misschien voor tien jaar de bak in gaat. Nou, dat is dan groen licht voor, uh, voor het team om op vrijdagmiddag 21 november... vier dagen na Maya's dood, Goran P. en Goran M. en Ferdi aan te houden. Op zondag de 23e wordt er een memorial georganiseerd in de aula van de school... De ouders die zijn niet in staat om dat bij te wonen. Maar die hechten toch wel heel veel waarde aan alle steunbetuigingen die ze krijgen. De familieleden, niet alleen, maar ook leerlingen, ouders, docenten, buren. Het is natuurlijk heel ingrijpend wat daar gebeurd is. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Maya's klasgenoten. Er is wel een zorgteam die helpt het school om hiermee om te gaan. Het is natuurlijk best wel complex als dat gebeurt op zo'n school. Van, ja, hoe vertel je dat? En welke begeleiding geef je al die kinderen en klasgenoten? Het is natuurlijk al een mega schok shock zijn. Ik bedoel, niet eens het feit dat ze natuurlijk overleden is, maar ook nog dat haar eigen vrienden haar vermoord hebben. Ja, en Maya's hartsvriendin Nina die zegt tijdens de memorial ook van camera van SBS, het programma Hart van Nederland. Ja, dat ze zich niet kan voorstellen dat die jongens, dat die vrienden van haar iets met die moord te maken hebben. Maar de volgende dag wordt ook de net 15-jarige Nina aangehouden. Ze was gewoon op de hoogte van die moordplannen van haar vriend, Coran M. En een paar dagen later wordt Maya begraven. Er is een besloten rouwdienst en daarna een stoet naar de begraafplaats Jonkerbos... met uh, wel bijna duizend belangstellenden. En ietsje later, en dan hebben we het over 6 december... wordt Nina, waar jij net over sprak, alweer vrijgelaten. Het is niet zo dat ze geen verdachte meer is, maar er is onvoldoende aanknopingspunten om haar vast te houden. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel impact ook op haar... want ze kan niet meer terug naar haar oude school. En ze is natuurlijk een soort persona non grata geworden... want ze is toch bekend geweest met wat er aan zat te komen. En ik noemde net al eventjes de ouders. Ze sluiten zich helemaal af. Ze houden zich helemaal stil. Vanaf de dag dat het gebeurd is... is het zelfs zo dat de vader zich niet meer scheert. Zie je ook later in een reportage een man met een flinke baard... En ook de grootouders van Maya zijn gekomen. Zowel van de vaders- als moederskant is de moeder gekomen... om steun te betuigen aan de familie, om te helpen, om te ondersteunen. Ja, het is natuurlijk een groot familiedrama. Je komt naar Nederland om een oorlog te ontvluchten... en je raakt uiteindelijk hierin verzeild. Ja, dat wens je echt niemand toe. En leven stopt natuurlijk van de een op de andere dag. En die jongens zitten vast voor verhoor. Ferdi en Goran, Goran P., die vertellen meteen wat er gebeurd is... Coran M, de, de soort leider van de groep, die ontkent en die zegt eigenlijk niets te weten. Dat duurt ook niet zo lang, want een dag later, die zaterdag, geeft hij toe Maya te hebben vermoord. Ja, ruim een week voor de moord zei Coran M tegen Ferdy dat Maya dus dood moest. En in het bijzijn ook van vriendin Nina bespraak ze diverse scenario's voor de moord. Ferdy had gezegd dat Coran M drugs wilde kopen en, en dat bij Maya een drankje wilde stoppen... Dan zou Maya dus overlijden aan een overdosis, of het zou op een overdosis lijken. En om dit zo te laten lijken, moest Nina dan, die werd in het complot getrokken, die moest ze dan twee pillen bij Maya onder haar bed verstoppen. En als de politie dan later die pillen zou vinden, en als ze dan het huis zouden onderzoeken, ja, dan zouden ze dus denken dat ze een overdosis had genomen. En ze hebben er nog verder over nagedacht. Het kon ook op een andere manier. Verdi die wilde naar een torentje in Kronenburg Park gaan. Daar kwamen ze wel vaker met elkaar. Daar dronken ze wat, daar wilden ze Maya dan dronken voeren en haar daarvan afgooien, zodat ze haar nek zou breken. Nou, dat is natuurlijk nog wel vrij onzeker of dat lukt, vonden ze dus ook geen goed plan. En ja, ze kijken nog naar andere plannen, het zijn een soort van aan het brainstormen. Ze denken ook nog aan het verdrinken van Maya en een steen om haar voet binden en dan in het water gooien. Ja, ze zijn bang dat dat gezien wordt. En er is ook iemand die zegt: ja, maar dat komt uiteindelijk toch weer bovendrijven. Maar om op die manier erover na te denken. En dan komen ze uiteindelijk ook tot het definitieve moordplan. Ja, de Goran Enverzint iets anders. Uh, haar burg, inderdaad. Ja, dan kunnen ze lichaam daarna van Maya verbranden. om alle sporen te wissen. Nou, Ferdy moest dan wel meedoen, want die had een beschikking over die auto. En Ferdy kon ook wel aan die Jerry kennen komen. En die zou ook voor touw kunnen zorgen. Uh, nou ja, Nina was dus op de hoogte van die plannen van Goran M. En Ferdy die verklaart uiteindelijk nu aan de politie dat hij onder bedreiging meedeed. Nou, wat is dan het motief? Dat bedenk je dan, wat is het motief? Waarom moest ze dood? Goran die zegt er helemaal niets over. Of hij legt allemaal verschillende verklaringen af. En uiteindelijk zegt hij, ja, Maya zat te stoken. Uh, ze zou hebben rondverteld dat hij vreemd ging. En ze had hem voor sukkel uitgemaakt, voor vuile aap. En ja, hij zag dat toch wel als een belediging, hij werd gewoon in zijn eer gekrenkt. Ja, en in een van zijn verhoren zegt hij zelf dat hij zich vaak in zijn jeugd heeft afgevraagd hoe het zou zijn om een moord te plegen. Hij zegt het volgende: sommige kinderen groeien op met een bal en die dromen dat ze voetballer worden. Kinderen die met hun zevende of achtste jaren lang geweer uit elkaar halen, weer in elkaar zetten en ermee schieten, die denken er toch echt anders over, niet dan. Ja, hij heeft natuurlijk traumatische ervaringen gehad... tijdens die Balkanoorlog. En hij heeft natuurlijk echt wel dingen gezien. Ja, ja. maar dat zou toch niet een... Uh, zou niet een motief moeten, uh, zijn. moeten zijn. Nee, het OM in Arnhem wil dan ook... dat die drie jongens psychisch onderzocht worden. Goran M. en Ferdi gaan ervoor naar het Pieterbaancentrum. Goran P. wordt ergens anders naartoe gestuurd. Maar ja, Ferdi die zegt dan ook... Ja, ik ben hartstikke bang voor Goran M. Hij is zelfs zo bang dat hij niet samen met hem... op dezelfde afdeling in het PwC wil zitten... Goran M zou hem met de dood hebben bedreigd na die moord op Maya. En ja, die twee hebben dan sinds hun aanhouding ook eigenlijk helemaal geen contact meer met elkaar. Toch worden ze allebei wel door het Centrum onderzocht. En wat zeggen de onderzoekers dan over Goran M? Hij heeft een vergaande tolerantie voor geweld en hij vindt beledigingen onverdraaglijk. En ze denken dan ook dat een langdurige behandeling nodig is. En het is niet zozeer gezegd dat die oorlog in Bosnië deze Goran tot deze persoon heeft gemaakt. Maar ja, het is een hele moeilijke jongen sowieso. En die zoekt gevaarlijke prikkels en is gefascineerd door dood en geweld. Ze zeggen wel dat een lange behandeling het zal een moeizame weg zijn. Maar daarmee is natuurlijk wel een soort TBS advies gekomen. Ja, Goran die zegt ook nog dat hij erop kikt hè, om plannen te maken voor de moord. Erover praten gaf hem een goed gevoel. Hij vond het leuk en spannend. Nou, Eddie, dit klinkt mij in de oren als een regelrechte psychopaat. Zo denk ik er ook over. Nou, het Pieter Centrum heeft ook Verdi geobserveerd. Dat is dan een aardige jongen, zoals ze hem noemen. Uh, hij was dan wel volledig toerekeningsvatbaar te tijden van de moord op Maya. Maar de deskundigen ja, die zeggen ook: Verdi was helemaal niet bang voor Koran. Ja, dat zegt een advocaat. En ook vinden de deskundigen dat Ferdi gewoon berecht moet worden volgens het volwassenenrecht. Hè, omdat hij gewoon de gevolgen van zijn daad kon overzien. En we hebben natuurlijk nog Goran P. Die werd niet onderzocht in het Pieterbaancentrum, Centrum. Maar wel door twee psychiaters van de Forensische Psychiatrische Dienst. En hij zegt tegen hen. Uh, verstijfd van angst was toen de moord werd gepleegd. Dat hij niets aan kon doen. Hij zegt ook dat hij eerder in Bosnië ooit bedreigd is met een pistool. en wat de psychiaters eigenlijk zeggen, ja, hij is beïnvloedbaar. Hij is misschien bang voor represailles. Dat zou zeg maar een beetje het profiel van Goran P. zijn. Maar hij is in ieder geval volledig toerekeningsvatbaar, volgens de psychologen. Ja, en dan komen we in een, in een rechtszaak. Nou, het, het Openbaar Ministerie verwijt de jongeren niet alleen wat ze op 17 november hebben gedaan. Maar de officier van justitie zegt ook, ja, dat gedrag na het misdrijf eh, nemen we zeer kwalijk. Een dag na de moord... Heeft Goran M. gewoon zijn theorie-examen gedaan? Hij is ook nog eens een keer geslaagd. Hij gaat gewoon door met zijn leven alsof er nooit iets gebeurd is. Hij gaat gewoon meehelpen zoeken met de ouders van Maya. Hij condoleert die ouders. Hij komt naar die herdenkingsbijeenkomst. Alsof hij er niets mee te maken heeft. Onwerkelijk en onvoorstelbaar koelbloedig. Cool dat zegt de Dossier van Justitie. Ja, de advocaat van Goran M. brengt daar nog wel uh, tegen in dat de gebeurtenissen niet losgezien kunnen worden van wat Goran in zijn jeugd heeft meegemaakt in Bosnië. Nou, de vraag blijft natuurlijk, wat is het motief? En dat wordt ook meerdere keren gevraagd aan Goran. Hij weet het niet, zegt zijn advocaat. Hij is er heel erg mee bezig. Hij weet dat hij iets vreselijks heeft gedaan. Maar waarom? Daar is hij zelf ook nog niet uit. Hij vindt wel dat hij hulp nodig heeft. Nou, er wordt dan twaalf jaar en tbs geëist tegen Goran M. En ja, de advocaat zegt ook nog... Uh, ik wil dat, uh, dat mijn cliënt volgens het jeugdstrafrecht wordt berecht... En dat heeft natuurlijk allemaal voordelen, dus je krijgt minder straf, uh, wordt je schuldig bevonden. En het wordt natuurlijk ook achter uh, gesloten deuren gedaan, de rechtszaak. Maar de rechter die wijst het af. En Goran M. bij zijn laatste woord zegt dat hij snel wil beginnen met de behandeling van zijn psyche. Ik weet niet hoe ik in elkaar zit na een lange zelfstraf, dus hoe sneller beginnen met de TBS, hoe beter. Ook zegt hij erg veel spijt te hebben aan wat hij de ouders van Maya heeft aangedaan. En op verzoek van de rechtbankvoorzitter, vind ik ook nog wel mooi... wil hij ook nog wel hardop zeggen dat hij spijt heeft... maar hij durft zich toch niet om te draaien... en dat in het gezicht van de ouders van Maya direct te zeggen. Ik schaam me, ik ben kwaad op mezelf, zegt hij. Ja, dat tegen de nog maar 16-jarige Goran P. Daar is zes jaar zelfstraf geëist wegens medeplichtigheid. Hè? Dat is wat anders dan medepleger. Ja, Goran P. wordt verweten dat hij van die moordplannen wist... en eigenlijk niets heeft gedaan om dit te voorkomen... Maar Coran zegt zelf: Ja, ik ben gewoon niet betrokken bij die moord. Ik heb gewoon niet meegedaan. En deze zitting vond trouwens wel achter gesloten deuren plaats. De pro forma zitting in ieder geval. Hij is namelijk nog minderjarig, 16 jaar. En achter gesloten deuren, ja, dat houdt dan in dat alleen de ouders en de ouders van Maya bij die zitting aanwezig zijn. Het is namelijk zo: hè, tussen 12 en 18 jaar kun je berecht worden volgens jeugdstrafrecht en jongeren van 16 en 17, ja, dan wordt het dan een beetje een schimmig gebied. Kan de rechter hiervan afwijken? En dan wordt er dan gekeken naar de ernst van de misdrijf... en de persoonlijkheid van de dader. En nu is het zo dat de zaak van alle deze drie jongens... eigenlijk volgens het volwassenrecht wordt behandeld. Dan is het advocaat van Ferdi die zegt dat Goran M. Ferdi heeft bedreigd. Als hij het niet zou doen, dan had Goran Ferdi vermoord... en beroept zich daarmee op psychische overmacht. Ferdi zegt, het was Maya of ik... Hij zou me hebben vermoord als ik niet had meegewerkt. Maar Ferdy was natuurlijk wel de man die op die dag die Jerry ken kocht en vulde. Hij had de auto geregeld van zijn moeder. Maar ja, zoals gezegd, hij had dus ook op allerlei momenten kunnen uitstappen. En dat is wat de advocaat van Goran M. ook zegt. Dus er is geen sprake van psychische overmacht. En Ferdy wordt als volledig toerekeningsvatbaar gezien. Net als Goran heeft Ferdi er ook spijt van. Hij vindt het vreselijk voor de ouders van Maya dat het zo gelopen is. Ik heb overwogen een brief te schrijven, maar dat durf ik niet. En uiteindelijk is de eis van het OM 15 jaar gevangenisstraf tegen Ferdi voor het medeplegen van de moord. Ja, en het is het mei 2004. Nou, de rechtbank is van oordeel dat Goran M. en Ferdi gezamenlijk de moord hebben voorbereid, georganiseerd en hebben uitgevoerd. Ja, ze hebben uitgebreid met elkaar erover gehad, over, over het doden van Maya gesproken. Ze hebben dat plan samengemaakt. En Goran M. wordt dan berecht volgens het meerjarig strafrecht. en krijgt acht jaar en TBS met dwangverpleging opgelegd. Ja, dat is wel aanzienlijk minder dan de eis van het uh, Openbaar Ministerie. Dan komen we bij Ferdi. Daar was dus geen sprake van gebrekkige ontwikkeling of een stoornis. Ook die angst voor Goran M. vindt de rechter niet geloofwaardig. Ze hebben zelfs na de moord nog vriendschappelijk contact gehad. En ze hebben samen nog de auto uh, schoongemaakt en zijn op condoleancebezoek geweest. En Ferdy krijgt uiteindelijk 11 jaar gevangenisstraf. Wat ook wel flink minder is, maar toch nog steeds heel fors voor een jongen met een, een blanco strafblad. Hè, wat eigenlijk toch wel gezien werd als een aardige jongen. Een normale jongen zegt dan ook de recht op wie tot nu toe niets aan te merken viel. Maar door de op te leggen gevangenisstraf worden de jaren ontnomen die zijn leeftijdsgenoten wel hadden. En om een levensweg uit te stippelen zegt de rechter... En ja, Ferdi zal de rest van zijn leven moeten leven. met de wetenschap dat hij een medemens heeft vermoord. en dat dit nooit meer goed te maken is. En dan hebben we natuurlijk nog de minderjarige Goran P. Hij wordt zoals gezegd wel berecht volgens het volwassen strafrecht. en krijgt drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. En dat is een stuk minder dan de eis van zes jaar. Hij moet zich wel laten behandelen voor een posttraumatische stressstoornis. die zou hij overgehouden hebben aan de oorlog in Bosnië. En hij blijft ook onder toezicht van de jeugdreclassering. Ja, en waarom dan een stuk uh, lager straf? Nou ja, de rechtbank is toch van oordeel dat Coran P. zich niet heeft gedistanceerd van de daad. Maar dat zijn rol ook niet gelijkwaardig was aan die van Coran M. en Ferdi. Die Coran P. was niet bij de voorbereiding betrokken geweest. Hè? Dus hij zat er wel bij. Hij heeft wat ondersteunende handelingen verricht, zoals het aanrijken van de touw. Maar dat is eigenlijk onvoldoende om van medepleeg te kunnen spreken. Dus hij is gewoon medeplichtig. En tenslotte Nina nog. We zeiden het al, ze mocht wel in vrijheid dit afwachten. En ze zeggen over haar dat zij opzettelijk heeft nagelaten om ja, iemand of instanties te waarschuwen. voor het feit dat ze dit had gehoord, namelijk dat Maya vermoord zou worden. En volgens de kinderrechter heeft Nina de bedreigingen wel serieus genomen. Ze wilde zelfs die pillen die hij noemde neerleggen op Maya's kamer, zodat het zou lijken dat ze zelf die overdosis had genomen. En ook via internet had zij nog gesmeekt aan Goram om het niet te doen. Maar het bedoelde zij het doden van Maya, verklaarde ze later bij de politie. Zo komt er uiteindelijk voor haar een straf uit van vier maanden voorwaardelijke jeugddetentie... en een verplichte psychotherapeutische behandeling. Ze wordt namelijk wel verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Ja, dat is misschien wel een passende straf voor Nina, die en natuurlijk pas 15 was en natuurlijk een hele andere rol in het geheel had dan de uh, jongens. Ja, ze gaat dan ook niet in uh, een hoger beroep, alhoewel de ouders haar toch niet schuldig uh, vinden. Ja, is, de vraag is dan ook: hè, hoe schuldig is, is Nina? Haar ouders zien zichzelf in de reactie op die straf van de rechten. Ja, de zogenaamde moordplannen, hè, voor zover die er waren, en bij Nina ook terecht zijn gekomen, dat waren allemaal ja, losse verhalen, kreten. Dus Goran M. heeft dat wel vaker gezegd: uh, ik maak je af. En in het vriendenclubje was eigenlijk gewoon meer uh, dat er gelachen werd, ijsjes gegeten, er werd lol met elkaar gemaakt. Ja, dan denk ik, ouders kunnen soms ook heel naïef aan de zijlijn staan, hè? ijsjes eten samen. Er werd natuurlijk heel veel meer gedaan. Maar ze zeggen wel, Nina die zat in een situatie waarin zij die signaal heeft gemist. Hè? Ze heeft het gewoon niet begrepen. En Gouran die zei bijvoorbeeld tegen Nina in die MSN-mail dat hij Maya wilde ombrengen. Nou, Nina had geantwoord, niet waar ik bij ben. Maar die ouders zeggen, ja, ze zat de hele tijd online, weet je, wel, met meerdere mensen tegelijk. Dus dan, dan en antwoord je zoiets terug. Ze had gewoon niet de indruk dat hij haar echt wilde vermoorden. En... Dat hij had het ook wel eens over anderen gezegd, maar altijd met een soort grijnslach. Dus Nina nam het gewoon niet serieus. Nou, er valt veel te zeggen over het brein van tieners. Dat kan ik ook uit eigen ervaring zeggen. Dus het is toch moeilijk te beoordelen hoe tieners denken. Maar dat is in ieder geval uh, hetgene wat ze geobserveerd hebben. Ja, een andere vraag ook nog eens. Waarom, waarom is Nina niet naar de politie gestapt een dag later? Dat had ze natuurlijk ook wel kunnen doen. Haar gedrag, maar het gedrag van al deze mensen is natuurlijk. Sowieso heel vreemd. Maar ja, het is gebeurd zoals het is gebeurd. En er wordt door twee vriendinnen, een jaar nadat het uh, plaatsvond op 14 november 2004, nog wel een mooie stille tocht georganiseerd. Maar we zijn er nog niet helemaal, want jij zei: Nina gaat niet in hoger beroep, maar de uh, andere jongens gaan allemaal in hoger beroep. En dat zorgt ervoor dat de zaak weer opnieuw gedaan wordt. Ja, dan om te beginnen komen we uit bij Goram M. Hij krijgt in hoge beroep tien jaar plus TBS met dwangverpleging. Dat is eigenlijk nog twee jaar zwaarder dan daarvoor. Ze zeggen hij is verminderd toerekeningsvatbaar. Het oorlogsverleden heeft een rol gespeeld. We moeten uitgaan van de goede mens. Maar het Hof zegt ook... Het is natuurlijk schokkend hoe planmatig hij te werk gegaan is. Het was natuurlijk ongelooflijk berekenend. Het was mega vreed hoe dat aangepakt is... En er is nooit een begrijpelijk motief gegeven voor deze weerzinwekkende moord. Er is zelfs een advocaat-generaal die zegt... misschien is er nooit iemand zo zinloos om het leven gebracht. Ja, ik had het ook gelezen, maar toen dacht ik... welke moord is zinvol? Geen enkele. Nee, welke moord is zinloos? Ik vond het juist een hele loze kreet eigenlijk. Ja, maar ik denk dat het hier vooral om de jeugdigheid van de daders gaat. Nee, dat begrijp ik wel. Maar de moord is nog nooit zo zinloos geweest. Ik denk... Elke moord is zinloos. Ja. En dan komen we bij Goran P. Hij krijgt vijf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. En dat is slechter dan de drie jaar en uh, gedeeltelijk uh, voorwaardelijke straf die hij daarvoor had gekregen. En ook voor Ferdi ziet het er minder goed uit. Hij krijgt in hoge beroep twaalf jaar. Daarvoor was het elf jaar. Ze zeggen... Hij is volledig toerekeningsvatbaar, een normale jongen, niks op aan te merken. Maar ja, hij heeft natuurlijk wel gedaan wat hij heeft gedaan. En hij zal de rest van zijn leven gebukt gaan onder deze wetenschap dat hij iemand vermoord heeft. Ja, hij gaat toch wel in cassatie, hè, bij de Hoge Raad als enige. Maar die verwerpt in september 2006 cassatie. En daardoor is die zelfstraf van 12 jaar voor hem onherroepelijk. Ja, en er speelt ondertussen nog een andere zaak. En dan gaat het over de shockschade voor de ouders. En wat is daar bijzonder aan? Normaal is het zo dat er alleen shockschade bestaat als er sprake is van een directe confrontatie. Maar wat hier natuurlijk gebeurd is, ja, die ouders hebben uiteindelijk nooit zelf de identificatie van hun dochter gedaan. Dat was blijkbaar ook vreselijk om te zien en werd ook afgeraden. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel enorme gevolgen hiervan gehad, al is het maar psychisch. En het feit dat ze de verkoolde kledingresten hebben gezien bijvoorbeeld... en ze hebben de sieraden die van hun dochter afkomstig waren gezien... maakt het toch tot een beetje bijzondere zaak. En uiteindelijk, en dat duurt jaren, viel mij op... oordeelt het Hof dat de ouders, ondanks dat er misschien geen directe confrontatie was... Hè, het was dus onmogelijk om, ze, om hun eigen dochter te identificeren... maar ook om afscheid van haar te nemen... krijgen zij toch een bedrag van 12.000 euro per persoon aan shockschade... Ja, gelukkig maar, zou ik zeggen. Ja, ze geven het die 24.000 euro aan die stichting tegen zinloos geweld. Die mannen, inmiddels mannen zijn het, hè, die kunnen het waarschijnlijk niet eens betalen. Dus die ouders moeten er zelf nog achteraan om het alsnog te krijgen... en het aan die stichting te kunnen geven. Ja, en hoe gaat het dan met de mannen? Nou, Goran M., de rest komt natuurlijk op een gegeven moment vrij... maar Goran M. die moet dan zijn TBS nog uitzitten. En het is al in 2013. Dan adviseert de Groningse Van Mestdagkliniek, Kliniek, waar Goran M. zit... Om hem met onbegeleid verlof te sturen. Hij is inmiddels dan 28 jaar. En Goran M. Ja, die zegt zelf ook wel. Ik wil dat mijn TBS-behandeling wel eens een keer beëindigd wordt. Maar volgens BBC is het daar nog te vroeg voor. Nou, de rechtbank die staat dan uiteindelijk wel het onbegeleid verlof toe. Het Hof draait dit een paar maanden later weer terug. En het gerechtshof ja, die verlengt gewoon toch nog een keer die TBS met dwangverpleging met nog een jaar. Maar het is in januari 2014 dat hij uiteindelijk op voorwaarde vrijkomt, de dwangverpleging wordt opgeheven. Uh, hij krijgt een voorwaardelijke TBS. Hij mag niet meer in Nijmegen komen, waar de ouders van Maya wonen. En Goran, die heeft dan op dat moment zelfs een vriendin en zelfs een dochter van een aantal jaren al. Ja, toen dacht ik ook, dat, hoe bizar is dat? Hè? Hij heeft nu gewoon zelf een dochter. Nou, volgens de psychiater is Goran geslaagd behandeld. Hij is nog altijd wel gevoelig voor vernedering, voor krenking, maar dat haalt niet meer het niveau van een stoornis en de kans op herhaling is laag. Als ik het zo las al, het PBC, ik, ik denk dit is gewoon een, een kleine psychopaat. Ja, een gestoord persoon, maar hier zie ik ook nog wel wat gevaren bij deze persoon. Maar ze zijn allemaal weer vrijgekomen. Jij noemde het al en dan is er nog een bijzonder detail. We weten niet precies waar deze, ja ondertussen zijn het geen jongens meer... maar zijn het mannen waar ze zich precies bevinden. Het is duidelijk dat een van deze mannen nog in de regio bivakkeert... En op een gegeven moment is het zo dat iemand tijdens zijn werk ontdekt dat hij samenwerkt. beter gezegd, een collega heeft die een van deze daders is. En wat blijkt dus, en dat vond ik toch wel interessant. Als jij een voormalig veroordeelde bent, hoef je dat niet te melden. Je hoeft niet zelf actief te zeggen dat je een strafblad hebt. Behalve als voor het werk wat je doet een verklaring omtrent gedrag nodig is. Ja, als je bewaker wil worden, of nou ja, er zijn heel veel beroepen waar je volgens mij een VOG-verklaring nodig hebt. Maar dat is dus niet iets wat je zelf moet melden. Het is zelfs zo: dat als jij terugkomt in de maatschappij, dan mag je weer in de oude gemeente wonen, tenzij dat uitgesloten is, daar wordt de burgemeester dan van verwittigd, zeker als het om een ernstig strafbaar feit gaat, wat er gepleegd was in het verleden. Ja, dat is volgens mij gebeurd na de moord op Anne Faber met Michael. Uh... Michael P. Ja, dat zou ook best kunnen. Maar hier is het in ieder geval ook zo dat die persoon weer terugkomt en ja, de gemeente moet ook meewerken aan ja, het krijgen van een uitkering. Je hebt ook weer een recht op een adres. Ze dus moeten zelfs kijken of je inderdaad werk kan vinden. Ja, het is toch iets wat goed is om te weten. Maar eigenlijk is het ook normaal, want je hebt je straf uitgezeten. Je begint toch weer opnieuw? Ja, maar de vraag is of je dan zo dicht bij de nabestaanden zou moeten zitten. Die worden daar dan natuurlijk ook weer nou ja, die, mee geconfronteerd. Vooral van Corin M. zou dat dus niet kunnen. Want die heeft nee. een verbod gekregen ja. op Nijmegen, inderdaad. Ja. Nee, maar we denken ook dat het een van de andere daders was. Maar toch wel goed om te weten dat het zo in elkaar steekt. En uh, je ja, hoeft er ook niks van te vinden, maar het gaat meer om de kennis. Ja, die moord, natuurlijk op, op Maya Braderich nog steeds dan, heeft een enorme impact gehad, ook op haar vriendengroep. Heel veel vrienden hebben er jaren over gedaan he, om dit drama te verwerken. Uh, ja, dan blijf ik toch bedenken, hoe komt het dat, dat een groep hè, tieners, zware dus 16 tot 18 jaar, hoe komen ze erbij om een, een vriendin te vermoorden? Wat was het motief? En was er eigenlijk een motief? Hè? Dat, dat verlangt iedereen naar een moordzaak. Er moet altijd wel een motief zijn. Uh, zoals jij zei, het, het waarom van het zinloos moorden. Nou, in dit geval was het eigenlijk een psychopaat in een soort groepsdynamiek. Goran M., die 18-jarige jongen die, die uiterst manipulatief is... die agressief is, die op zoek is naar prikkels en sensatie... en gefascineerd was door de dood. En misschien wel in zijn eer aangetast, hè? Dat kan nou, natuurlijk dat vooral ook... inderdaad. Het eergevoel, gevallen status. Uh, en ja, die anderen spelen natuurlijk mee in zijn dynamiek. Maar wat als Nina dus wel haar ouders of de politie zou hebben gewaarschuwd? Zou iemand haar serieus hebben genomen? Hè? Zou iemand iets hebben gedaan, iets hebben ondernomen? Nou, ik denk dat Goran M gewoon een tikkende tijdbom geweest was. Hij heeft zelf ook aangegeven, hij wilde voelen hoe het was om iemand te vermoorden. Hij was gefascineerd door de dood. Dus als het Maya niet was geweest, dan had hij waarschijnlijk wel een ander slachtoffer gevonden. En dat Goran M een beetje een bijzonder figuur is, blijkt ook uit een boek wat over deze zaak geschreven is. Van Simon Fuik, dat is een criminoloog en misdaadjournalist. Hij schreef het boek De Moord op Maya Braderits, Het Ware Verhaal en heeft zich daarin verdiept in de motieven van de daders. Het boek is verschenen in 2008 en op Storytel te lezen, zeg ik alvast. Maar wat is er bijzonder? Hij had ook Goran benaderd in de TBS-kliniek. En hij had gewoon voorgesteld van kunnen we misschien een keer met elkaar praten? Nou, dat zou ik al best bijzonder vinden als dat allemaal kan. En hij had als antwoord gekregen van Goran, ja, was bereid om mee te werken, maar wel op bepaalde financiële voorwaarden. Had hij nog een beetje opengelaten wat dat moest zijn? Hij wilde eigenlijk eerst een bot horen. Nou ja, daar heeft Simon Fuik de joer, dus natuurlijk op gereageerd: van wacht eens even. Betaling nooit onder geen beding, en daar ga ik niet aan meewerken. Maar ja, dat geeft toch ook wel weer aan wat voor zieke geest deze kerel heeft. Die dacht er natuurlijk een financieel slaatje uit te slaan door een keer nou, zijn echte of zijn eigen verhaal te vertellen. Maar dat is niet het enige, we hebben veel meer bronnen. Ja, we hebben ook vooral kunnen putten uit de artikelen van de Gelderlanden en het NRC Handelsblad. De kranten die citeerden uitgebreid hè, uit vertrouwelijke stukken. Want dat was natuurlijk advocaat David Moskowitz die die stukken lekte. Want hij was de advocaat van Courant P. en hij wilde voorkomen dat er een verkeerd beeld van zijn cliënt ontstond. Dat is dan de tactiek van advocaat, hè, stukken lekken. Dat uh, hadden we ook natuurlijk bij het meisje van nulden. Ja, en we hebben ook allebei, denk ik, gezien de documentaire Sweetie. De Friends Betrayal and Murder of Maya Braderic uit 2008. Ja, want Sweetie was de naam die Maya gebruikte op haar profiel van uh, CU2. En die kun je terugvinden op de BNM-Fara-site. Er is zelfs ook nog een film gemaakt en die heet Schemer. Daar is dit verhaal de inspiratie voor geweest. Ik kon die helaas niet terugkijken. Nee, ik ook niet. En dan is er ook nog een andere interessante podcast die we zeker even moeten vermelden, ook van de Gelderlander. Die heet Voor Altijd Zestien. Ja, dat was toen. En je moet bedenken dat die vrienden van toen zijn nu ook gewoon dertigers en hebben een heel ander leven. En ik denk dat iedereen die daarbij betrokken was of in de omgeving, ja, die zal het nooit vergeten. Het is ook niet voor niks een van de zaken die het meest aangevraagd is door onze luisteraars. Nee, ten nagedachtenis aan Maya is er nog op het schoolplein, op het Dominicus College, een dag voor haar 17e verjaardag, een boom geplant. Heeft het niet overleefd, geloof ik. Dat was weer een nieuwe geplant. Maar ja, nu vertelde jij net dat het Dominicus College niet meer bestaat. Dus ik, ik hoop dat de boom er nog is. Ja, en ook, uh, dat is dan ook te horen in die podcast voor altijd 16. Dat na 20 jaar Maya's slaapkamer thuis nog steeds hetzelfde is. En nog steeds die tienerslaapkamer. En de ouders van Maya, die komen nog iedere dag bij het graf van hun dochter. De moeder van Maya, nog altijd in het zwart gekleed. Er wordt geen dag overgeslagen. Er brandt altijd een kaarsje. En ze zeggen ook, ja, vertrekken uit Nederland zullen we nooit, want Maya is hier. Ja, en op haar grafsteen staat ook heel mooi: altijd in ons hart, mama en papa houden van je. Het is wel een verhaal wat echt even in je vezels gaat zitten. Dat, uh, dat ervaar ik wel zo. Dat heeft toch misschien toch ook wel te maken met de jeugdigheid, zowel van het slachtoffer als van de daders. En dan om af te sluiten nog even met iets aardigs. Op Storytel vind je binnenkort ook het tweede seizoen van onze serie Moordzaken, de Verhalen. Dat zijn verhalen die gebaseerd zijn op waar gebeurde moordzaken. Daar is wel een stuk fictie aan toegevoegd. Je pikt waarschijnlijk de zaken er zo uit, ze zijn geanonimiseerd. Maar in onze ogen in ieder geval een aantal ja, boeiende zaken, niet eerder door ons in de podcast besproken. En hoe kun je dat luisteren? 30 dagen gratis. Ga naar story.tel/slash moordzaken. En verder volg ons natuurlijk op X of Instagram Moordzaken Podcast.